Wat is jouw functie precies bij het landgoed Vilsteren? Ik ben verantwoordelijk voor het terreinbeheer en als jachtopziener in dienst. Nou zeg jij jachtopziener. Wat houdt dat precies in? Dat je verantwoordelijk bent voor het toezicht. Dat wil zeggen dat je ook overdag en 's avonds surveilleert in het gebied waar je aangesteld bent. Je bent verantwoordelijk voor, meer verantwoordelijk voor de wildstand. Je probeert bijvoorbeeld bepaalde populaties als reewild goed in stand te houden. De bejaagbare roofwildsoorten zoals vos, die bestrijden we, die toch ook voor schade veroorzaakt bij de boeren. En wildakkers verzorgen, dus waar de reeën hun voedsel kunnen krijgen, zodat ze niet langs de wegen struinen. En de verzorging van bebording, als het om openstellingsvoorwaarden gaat, en slagbomen. Nou hoor ik ook iets over toezicht met slagbomen zo. Wordt dat nog wel eens vaak overtreden door wandelaars? Ja, het zijn met name toch wel lichte incidenten. Maar die lichte incidenten die kunnen wel op een gegeven moment een vervelende draai krijgen. Als mensen dus, ik noem maar wat, als rond niet aangeleend hebben. Maar wat er vaak gebeurt is als mensen in dit soort bosperceelen, waar het toch vrij dicht is, niet in de gaten hebben dat bijvoorbeeld de reekalveren of andere wildsoorten lekker rustig langs het pad liggen. En als dan de hond de geur opdoet van zo'n dier, dan kan het zijn dat die erachteraan gaat met alle gevolgen van dien. En dat willen we zien te voorkomen en dat is ook de reden dat we daarop handhaven. Nou ook over reeën. De reeënstand die is redelijk goed hier. Ja. Ja, mede doordat we ze dus ook bejagen, houden wij hier een gezonde populatie van een 80 stuks. En jaarlijks gaan er daar een 30 tussen uit, omdat je ook met je aanwas zit. En dat maakt dat er anders toch een overpopulatie komt en dat je veel meer kans krijgt op aanrijdingen met reewild. En ook ziektes onder de dieren. Je moet je populatie dus wel heel erg goed kennen, dat je weet van nou, wie is aan de beurt? Ja, dat klopt. En dat maakt ook dat je, die reken maar gemiddeld 30 reeën die we dan op jaarbasis schieten, dat je daar ook gemiddeld zeker 10 uur voor zit, als het geen 20 is. Met name in de bokkenjacht, wanneer de bronsttijd is, dan heb je met de oudere geslepen bokken te maken die niet zomaar aan het spelletje mee willen werken. Want die oude bok, die wil het liefst zijn eigen territorium houden en daar duldt hij geen jonge medestanders in. Als je zo'n oude bok de gang laat gaan, dan gebruikt hij op een gegeven moment ook zijn gewei, wat aan zijn wapens zei. En dan krijgt de jeugd de kans niet meer. Dus op het moment dat je dus toch de langste adem hebt en uiteindelijk die bok zover weet te lokken, of gewoon door verdekt opgesteld te staan, te zitten, dat je die kunt strekken, dan geef je dat voldoening. En dat zorgt ook weer voor een stukje rust in de populatie. Het is een mooie uitdrukking dat je de bok kunt laten strekken. En op het moment dat je dan zo'n dier strekt, dan heb je er ook respect voor. En sta je ook even stil dat je dat leven genomen hebt. Ja. En dat is wat ons eigenlijk altijd geleerd is, ook van vroeger uit al. Nou had ik je straks al horen spreken over verkeersongevallen. Hoe staat het daarmee? Worden veel reeën gedood door het verkeer? Ja, dat wordt niet minder. Elk jaar wordt het eigenlijk wel meer. En dat heeft met meerdere factoren te maken. Het wordt natuurlijk ook steeds drukker op de weg. Je hebt een 24-uurs economie. En de populatie zal ook niet afnemen van het reewild zelf. Want als we het over valwild hebben, dat zijn verongelukte dieren of dieren die aangereden zijn. Daar heb je hoofdzakelijk te maken met grote hoefdieren, zoals ze dat dan noemen. Nou, dat is het ree. Nou, daar zijn wij ook bevoegd voor om tijdens de aanrijding daar naartoe te gaan als verlofhouders. En dat zijn meestal boa's of oud-boa's die dat verlof hebben. Dacht ik ook dat je zei valwild. Kun je dat eens uitleggen? Ja, valwild dat wil zeggen de grote hoefdieren. Dat zijn het ree, damhert, edelhert en wildzwijn. Die komen in dit gebied komen de laatste drie niet voor of sporadisch. Maar wij hebben hoofdzakelijk met reewild te maken. En die reeën die dus aangereden worden door het verkeer, door de voertuigen, daar moeten wij dan naartoe. Wij krijgen dan een seintje via de meldkamer. Meldkamer politie? Meldkamer politie.
de bestuurder die behoort ten alle tijde melding te maken van de aanrijding. Als dat niet gebeurt, dan is het zelfs strafbaar. En dat is een van mijn collega BOA's, die dan coördinator is. En die stuurt dan weer de plaatselijke valwild verlofhouder richting de plek. En die heeft ook de gegevens van de bestuurder, zodat de verlofhouder contact kan opnemen met de bestuurder en zo op de goede plek te komen. Ja. Dan zei je ook BOA. Wat betekent dat precies? Het is een buitengewoon opsporingsambtenaar. En tegenwoordig, als je dus als jachtopziender je bevoegdheden wilt hebben, dan zul je dus ook een BOA-opleiding moeten volgen. Om bijvoorbeeld te verbaliseren. Nog even terugkomend op de verkeersongeval, om dat te voorkomen dat er aanrijding met reewild is of met dassen. Wat doen jullie daar precies aan? Wij zorgen dat we in het terrein zelf voldoende zicht houden langs de wegen. Zodat op de eerste plaats de bestuurders van de voertuigen dus ook kunnen zien als er iets uit het bos komt. En op de tweede plaats doen wij wildreflectie plaatsen. En dat is hier op Vulsteren het grote deel wat we hebben, zijn van die reflectiemolentjes. Je hebt tegenwoordig spiegeltjes en andere reflectie, blauwe reflectie glaasjes, die staan ook wel langs de N-wegen. Wij hebben hier nog van die molentjes en die zorgen ervoor dat het licht van de auto bijvoorbeeld weerkaatst richting het bos. En waardoor het wild toch eigenlijk afgeremd wordt, omdat ze ook schrikken van die weerkaatsing. Nou, het overstekende reeën. Wanneer heb je nou eigenlijk de meeste last dat die beesten gaan lopen? Is het overdag of zijn het jaargetijden of 's avonds? Heb je daar iets duidelijkheid over? Jazeker wel. Er zijn wel piekmomenten wanneer als de aanrijdingen plaatsvinden. Dat is met name als de geit zich afzondert van de kalver. De moeder neemt op een gegeven moment afscheid van de kalver. Waarom is dat? Omdat ze dan zich gaat focussen op de volgende worp. En ze draagt de kalver dan al bij zich en ze weet dat het binnen korte tijd geboren wordt. En dan moet ze in alle rust dat nieuwe kalf op de wereld zetten. En daarom neemt ze gewoon van de een op andere dag afscheid van de kalveren die ze het jaar rond bij zich gehad heeft bijna. En dat maakt dat die kalver er alleen voor komt te staan. Dus ook komen te struinen en niet goed opletten. En vandaar dus ook langs de wegen of op de weg komen. Met alle gevolgen van dien. En ik denk niet dat je die problemen wilt hebben.